Even kijken, wat is er allemaal kan. Informatica. Daar hebben we volgens mij op het moment geen plaats meer voor. Oh, wel. En we kunnen ook lekker rustig wat eidelands gaan jagen. Dat levert toch zoveel plan op, jongen, dat weet je niet weten. Ja, dan is het een tweede vaste overgave. Als je een goede nog hebt, dan kun je gewoon 500-600 plat verdienen. Dat is een catch-up actie. Niet dat ik ooit een goede nacht heb gehad, maar... Oh. Wat hebben we daar voor nodig? Oh ja, die komt er. Welke actie was dat? S, volgens mij. Nee. Nee, dat was de A5, dat was hem. En we gaan de levelen, de rakkapijn. Misschien wil ik eigenlijk de boom niet meenemen. Heb ik nog een secondary te levelen? Oh ja, dit komt nu natuurlijk. Oké. Okay. Ik neem wel de plasma mee. Zo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 main weapons op te levelen. Oei, oei, dat is altijd kut. Heb ik altijd kut, main wapens levelen. Nou, dan gaan we eens even kijken. Venus. Gaan we meteen op in. Ik ga eerst even speedcrap doen. Maar dat achter de rug. And this is why we get our bits replaced. Look, I'm not a fighter, me. Got a family. But a dad's gotta do what's right for his kids. Give him a different future. So, I'll keep standing here in the freezing cold just as long as you need me. You give him hell, Outworlder. S4 zit op. Half uur. Wasn't expecting that. I mean, you're normally so, you know, pew pew pew. Pew pew pew. Dan gaan we eerst eten. Dus we een half uurtje sowieso de S4 hebben. Die heb ik niet nodig. Ik moet de A5 hebben. En anders kunnen we altijd die vierde. Wat heb ik niet gekeken wat erop zit. Nou ja, we gaan gewoon eerst skaten. Kunnen we na het skaten altijd kijken wat erop zit. Niks paaltje. Oh, hier is ook zelf. Hé, hey, wie zeg ik met je beamwapen? Ach, wat goed. Maar niet meer. Als je dat pakt. Goed, al snel dat keer. Oh, dat is er wel mee in. Oh, ik ben steeds van bocht nog, hè? Nee.
Niks paaltje. Gods. Kunnen jullie niet allemaal tegelijk komen ofzo? Dat ik denk dat jullie af zijn. Die deelt van een bocht afvoer en zo. Het saaie gedeelte. Volgens mij kon ik mijn 10k gaan krijgen trouwens vandaag. Dan moet ik even mijn handcap doen en dan kan ik eruit zien, zo was het. Dat was in ieder geval 1500. Oh. Vandaag snacks. Half. Dat is wel zo slim. Als je er toch nog niks op hebt staan, kun je net zo goed meteen even helemaal updaten. Oké, dat is als goed is 3k. Oops. 53 al. Die herstelt hebben. Zes is een beetje. Oh, dat was Reddix. Gods. Gaat goed vanavond. Zes, vier. Ja, dat is helemaal met de optical gaan schieten. Dat vind ik echt zo'n leuk ding, hè. Oh shit, wauw. Dat... Ik weet niet wat dat was, maar niet heel veel bijzonders. Kijk wel of ik gedronken heb. Thank you.
telt hij niet. Kut. 9-2, dus... Oh, max staat nu voor Primal. Zo te zien zit ik op max. Kreeg je de rap nou wel als je die abortte? Rap wel, ja. Oké. Okay. Hoezo? Omdat ik aan mijn max rap zet voor het level up van skaten. En dat is slechts? Nee, maar dan kon ik met dat bord meteen terug. In plaats van dat ik terug moest vliegen. Op die manier. Ja, ja, dat kan. Dat kan, dat klopt. Dat is. Legs. All that rhyming. You want that and ride or die. Achievement unlocked. Max rank. Same as us. Ain't no self-pity in there neither. Just grip. Scope it clean and you'll clock it. Ah, dat is die high speed. Dan weer boost speed. Baba Glinty. Oké, Arsenal. Dus heb ik ook een reputation bij elkaar. Nee, ik moet nog 500. Om onderzoek. Voor de dingen? Skaters? Nee, voor de... die andere figuren. Salaris. Oh. Kijk, die hebben we ook weer. SU don't trust Daisy. And for good reason. But we see you. What you are. Family. It's only right you get to see us. This is the face you'll be dealing with from here on. It's good to see you with my own eyes. Let's get to work. Zit hier op. Oh, nu te de maas. Shit. Hier kan ik even doen. Well, I did not take you. Copy that. Keep a shiny side up, Sparky. Neff wants the vet kids gone and I... Outstanding. Now get out there and void some mucking warranties. A recently unearthed Orokin artifact is being couriered to Neff's command. Find the courier and liberate the artifact. I might have a lead on a courier. The artifact was unearthed during routine mineral extraction. I located the excavators that made the find. Oh. Commandeer them so I can get a look at their logs. Excavator drop initialized. Protect them. Ik heb vandaag 6 keer die. Wat denk je dan waar die mutagen mas op zit, hè? Weet je hoe een mutagen mas ik heb gekregen? No. 2. Hele 2. Ik had trouwens gezien dat we de patakon die kunnen ook bouwen. Oh. Er zitten inderdaad nieuwe enemies bij, want mijn Helios is een scanner. Oh, ik heb hier al een tijdje niet meer bij me. Hmm.
Oh, ik zie die stroom gewoon niet liggen. Dat is wel ook lekker. Weet je wat het grappig is? Die Batacore is het laatste wapen van de researchers. Het is het eerste wapen wat ik kan bouwen. Ja, goed bezig. Die Kreska heb je die Koeglund nodig. Ah, dat is een ellende om te krijgen, gek. Die Saga modules heb ik nog niet eens naar gekeken. Niet op vol. Mooi. Mooi. Die nog 40 krijgen, dat teken ik voor. Cooper's drone right there. Take it down and I can start the hack. Starting a remote hack. Once I'm done, it should teleport into the waiting arms of one of our people, far from here. And they're gonna try to wreck it rather than let us take it. Hold them off while I get this done. Heb je toevallig nog wel een bergpunt over met relay? Dat veel? Ik heb nog wel wat punten over, hoezo? Kom je even. Ja, eigenlijk wel van die parts voor de Arkwing Guns. Ik denk dat ik er wel 1 of 2 kan kopen. Ik zal daar even kijken. Dat is wel een vraag. Ik zal sowieso even kijken of ik überhaupt nog wat kan nodig heb. Volgens mij niet aan mij. Van die parts. Dat is ook inderdaad hier, zeg maar. Ja, daarom. Zoda heb ik helemaal af. Ik heb alle mods gekocht, ik heb alle wapens gekocht, ik heb alles geleveld. Ik wil nog even die Shindana en dan ga ik even het puntreservoir volgooien. En ik ben ook met die andere figuren daarvan bezig. Hoe heet dat? Hexes. Daar moet ik alleen de wapens nog van. Ik heb gisteren de laatste mod gekocht. Hexes en Zoda moet ik me nog even op verdiepen. Dan moet ik eerst maar het veel weer zo goed als max hebben, voordat we daar alles van gaan werken. Die gaat heel hard naar beneden. Ja, daarom, ik was in het begin was ik door eerst balanceren zoals jij dat inderdaad deed.
Ah, ik had er knettergek van, de kast iets afflikken maar één kapot. Dus red veel bij mij is momenteel heel erg negatief. Oh nee, bij mij is alles nog max schijnt. Als je kijkt hoeveel punten je nodig hebt inderdaad met die like. Ja, ik weet niet of ik vind dat niet de moeite waard om daar te wachten. Ik wacht al tot ik inderdaad helemaal klaar ben met Suda en Hexus. En dan zet ik Red Veil aan. Of Red Veil. Eens even. Doet hij helemaal geluid? Stil, Bredien. Mooi. 4 minuten. Dan laat ik alles gewoon op Stil, Bredien staan. En mocht ik dan onverhoopt inderdaad wat punten nodig hebben van die andere twee, dan kan ik altijd even switchen en dan de Libra een klein beetje omhoog te trekken in plaats van helemaal omhoog. Ja, daarom. Ik hoef me ook maar een klein beetje te wisselen, zeg maar. Maar heb je ook alle mods gekocht en zo? Nee, dingen ben ik wel bezig, Steel Meridian. Omdat ik niet heel veel binnenkrijg. Ik had zoiets van, ik koop gewoon al die dingen, dan heb ik dat. Dan heb ik het ook niet meer nodig. Ben ik daarvan dat gezegd af. Ik heb ook al die weapon parts van Suda en Axis. Dus daar hoef ik ook niet meer naar te kijken. Het is eigenlijk alleen nog maar die wapens van Axis. Dan ben ik dan daar. En volgooien. Omdat ik wat reserve heb voor het geval dat. Oh, die heb ik wel gehad. Kut. Die heb ik ook gehad. Wauw. Deze kan weer echt zijn. Oh, hier is er een. Straks ja, daar zitten twee recipes op. Oh no. Heb ik niet? I knew some of these people. Dus mij weet ik niet. Find any survivors. Dan zit de Quartak blueprint op de moeilijke en op die andere sets. We need to get it decoded before the device fails. De Stubber blueprint. Stubber, die heb ik volgens mij wel. Volgens mij heb ik die allebei wel. Password. Hello. Buffer. Accessing final transmissions. Come on, final transmissions. Stuba. Ja, die heb ik wel. Die andere is de Quartak. En die heb ik inderdaad niet. Dus die gaan we even halen. Laatste. Ik ben er ook achter gekomen dat die Tela, de weet ik hoe ze ook alweer heet, die heeft blijkbaar ook een blueprint. Geen idee hoe ze ook die niet heb. 25% drop chance. Maar ik heb hem niet. Die Tela op Setna, die baas daar. Ja. Die al die Mesa dropt. Die dropt ook een weapon blueprint. Wat een wapen dan? Ja, weet ik niet meer. Maar die dropt een weapon blueprint. En ja, ik weet dat we die gefarmd hebben. Ik heb die vendor daarna ook nog een eens aantal keer gekild. Maar ik heb blijkbaar die blueprint niet. Of ik heb dat verkocht. Wat sterk lijkt, want ik verkoop eigenlijk nooit blueprints. Behalve als de Oberon is. Anyone gets in your way, give them a fist. Here we are. Find any survivors. Get them out. Jammer gezien hoe vaak dat wij die gedaan hebben. 25% kans. Dan zou je hem technisch gezien toch moeten hebben. Ja, dat dacht ik dus ook. 25% kans. Dat is niet, weet ik het, 1% kans. Hè? Nee, en ook geen 2,5. Dat is best wel heel erg veel. 25%. Nice. Daar was ik ook aan het denken. Ik staan.
Ja, alles runter. Dat is goed. Wat is er weer? Wacht, dan zetten die journal fragments op. Ik weet wel, ik begon niet meer wat ik hier moet doen. Gewoon die missies doen, dan kom je die goals vanzelf tegen. Er zitten een aantal missies bij, maar ik weet eigenlijk niet op welke moeilijkheid. Waar je ook van die excavator-achtige dingen moet beschermen. Ja, één zo'n ding. Er spannen een behoorlijk wat tools en dat uit van die putholes en daar krijg je ook allemaal die drops van. En het kan van iedere goal zijn. 35 hit points. Fuck. Die range van die guns. Die koppers moet zijn echt nerven. Die range van hun is gewoon te blakken. Complete basis op met een automatisch pistols. Let that be a lesson, yeah? I'll have Biz drop by with medical supplies. Had you up. Sparky, we got a lead. Zeg eens niet echt dat ze een complete basis overschieten, maar dat ze zover schieten en nog raken, dat is irritant. Ja, en ook echt pijn doen. And get ready to move. Once the trap goes off, the taxmen are going to respond. I have it on sensors. Once it hits the trap, get down there. Now, crack the casing and plug me into the data mass. Nou, kort uit blueprint klaar. Nice. Wat was dat de moeilijkste? Ja, moeilijk, moeilijk. Ja, op hoogste. Het is officieel. Technisch gezien is het dus het moeilijkste. Ik wil niet zeggen dat het moeilijk is, maar het is wel het moeilijkste. Dead? You'll be dead. Making progress. Keep the corpus off this thing just a bit longer. It's going up.
Master in rank 24, dat was trouwens ook een leuke. Dat klinkt heel cynisch. Nee, ik heb hem in één keer gehaald, dat was niet bijzonder moeilijk hoor. Met, je hebt 2,5 minuten tijd, ik had 45 seconden honderd. Oh. Maar ik moet even een filmpje kijken van hoe je het moet doen en dan... dan kom je wel. Ik doe altijd gewoon een keer, een paar keer practice. Even kijken hoe en wat. Ik heb meestal niets. Ik kijk gewoon een filmpje zodat ik weet wat ik moet verwachten en dan maak ik me van een aasje. Holy fuck man, ben jij voor in godsnaam voor een host? Eentje die in een stadion woont. Nog verder weg. Nog verder weg. Nou, qua ping zit het wel goed eigenlijk, maar... Ja, maar stut, dat is... Ja, echt... Ja, dat is het enige wat ik vind dat ze beter had mogen doen. Ze hadden mogen kijken naar... de respons van de host, zeg maar. Ja, dat zal toch niet zoveel werk zijn, of wel? Ik heb geen idee. Little duck. The business. He thought the world of her. Ik bedoel, het lijkt me dat ze kunnen checken bijvoorbeeld hoeveel RAM je hebt. Want ze meten hoeveel RAM er in gebruik is. Ze kunnen je framerate meten. En je gewone millisecondes. Dus liet je ping maar de millisecondes dat je iets, een ik weet niet wat dat is, die time trouwens. Zal iets met renderen te maken hebben, maar. Of is dat server ping misschien? Wacht, eens even goed. Dat weet ik ook niet eigenlijk. Ik weet niet precies hoe ze dat regelen. Oh, ik mis mijn auto-hacks ook heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nog niet gezien dat er nog een nieuw wapen bij gewoon in de shop te koop was, of blueprint te koop was. Dus ik moet nou een of andere jewel dagger gaan zitten halen. What the freaking do. Mm-hmm.
Oké, dus die time, dat is inderdaad de tijd die het nodig heeft om één frame te renderen. Wat? Die time, onderin, bij jouw frame rate? Time, onderin, bij mijn frame, ja? Dat is de tijd die de PC nodig heeft om één frame te renderen. Dat is, ja, oké, dus seconde gedeelde FPS. Ja. Ja, niet helemaal, want ik heb een FPS cap op 60. Ja, oké. Okay. Maar... nou, ik zit momenteel rond de 50 FPS, dus ja, dat klopt dan nou. Ik zit ongeveer inderdaad 120 van die zooi. Ja, ik zit 16, 17 milliseconden. Dus als ze daar alleen naar kijken, je ping en die time. Dan hebben ze eigenlijk de beste host, als die allebei zo laag mogelijk is. Eerst naar de ping kijken en daarna naar de dingen. Oh ja, we moeten een vet skateboarden. Gaan ze nog niet, oké. Okay. We zijn nu... laatste gang. Moeten we de rest even afmaken. Kijk, we hebben net zo'n 10k ongeveer nodig gehad. 1,8 of zo. Dat betekent dat ik ongeveer 14k nog moet. Dus ik vandaag wel weer een groot aantal aanwezig. Ik moet even paaltje weggaan. Damn, dat is echt druk hier. Ik ben wel heel erg blij met die keydriver, weet je dat? Nee, op de plains, je merkt inderdaad gewoon dat echt niet iedereen zijn arcwing heeft. En iedereen heeft, of bijna iedereen heeft inderdaad, nou in ieder geval of de arcwing of de keydriver. Ja. Ja, en veel zullen ook het keyboard gebruiken om die punten te krijgen. Ja, dat ook, ja. Aangezien de plains over het algemeen iets vlakker is dan Venus is. Dat ben ik al wel met je eens. Ik ben lang blij dat ik direct de kwartak heb gekregen, daar ben ik echt blij om. Ik had gezien dat hij op de zilver reward zit, wat op zich niet zo erg is. Maar dan zit hij gewoon 6 rewards op de zilver. Yep. Altijd goed.
Die kunnen we afstrepen. Ik hoor er nog eentje. Waar zit jij? Deze kant. Ergens. Hier krijg je nog afstandstelling voor. Oh, leuk. Ja, dus aan die 14k beginnen. Oh fuck. Dan vallen we weer naast. Zo gaat het natuurlijk nooit lukken. Eens even kijken wat we gaan doen. Geen A5 op Bounty. Bounty zijn we wel gedaan. Jongen, maar ik was even kijken of er A5 op zat, want had ik dat gedaan voor mijn skaten. Je hebt de A5 compleet? Nee, ik moet nog één vast op de kant. Serieus? Mhm. Had je gisteravond online moeten zijn. Ja, dat klopt. Gisteravond hebben we gekregen. Het was wel even nog compleet, als ik niet vergis. Dat is het enige wat ik moet, de rest heb ik nu wel alles. Dat wel. Ik ben te hopen dat er iets van een leuke Neo komt. Ik heb een heleboel van die N9's en ik wil die allemaal Radiant gemaakt. Ik ga die alleen maar Radiant openen. Of een Ratchet, één van de twee. Als ik flink wat van die Nova chassis krijg, die klop ik me allemaal. Ik vind platen inderdaad. Dat is in ieder geval de planning. Ik weet niet of ze in die tijd ook zo is. Kijk, hoe ver zijn we trouwens? Pas op 6. Pas op 6. Smeert de kavots die kleine nog weer upgraden. Oh, 3000. Ik heb een booster volgens mij. Kijk of je wat doorloopt. Ja, een kleine booster. Ja, die had je toch gekregen met. Ja, maar voor. Even voor dinges. Hoe heet het? Oh ja, Daily Reward. Nee, niet de Daily Reward. Oh, je doet nou sortie. Oh ja. Maar jij doet de sortie toch niet, hè? Nee, doe maar gewoon op. Nou, dat is pas wel niet. Dat past ook toch niet online, dus net dezelfde. En anders heeft hij pech. Nee, die pech. Nee, ik doe straks wel weer sorties als. Hier een beetje klaar ben om te zeggen. Weet je dat is, zocht hij dat is ja, tussen een ton en twee ton aan het cash, puur afhankelijk van of je booster hebt ja of nee. En je krijgt daar die dinges voor, hè? Die ribbons, dat is de enige plek waar je ribbons vandaan krijgt. Ja, dat klopt. Maar ik krijg nog maar één ribbonspot. Dat je er endo voor krijgt, dat vind ik allemaal leuk en aardig, maar nu met die arbitration zijn er betere manieren om endo te krijgen.
Ja, voor de proef hoef je het ook niet te doen. Echt niet vandaag. Ik heb het al beter. Maar hebben we hebben hier ergens een over rondlopen. Die band was wel heel erg langzaam. Bijna 12. Ik denk dat ik wel nog vandaag voor de check heb er nog eentje doen. Dus je kan het zo grappig vinden, hè? De eerste soort die je momenteel is met Action met Stronghold. Je ziet iedereen daar gewoon mee vechten met die lui aan. En komen er langs met elke plasma plat. Bam, bam. Yep. We zetten aan de max, oké. Abort mission! Dat ging wel in de pot. 14 kamer die bord doet. En gaan we daar even voor zekerheid kijken. Boone! Boone! Get over here! It's our Outworlder buddy! How you doing, Outworlder buddy? Skill, bro. Every time. You could big flip off an orb mother, come down flaring, smiling. But it's all idiot shivers for the crowd you dress bad, sis. When hard and folks be dressing bad by breakfast. Wow. Ik weet ook niet waar mijn keyboard uit bestaat, trouwens. Dus kijk of ik daar ergens achter kan komen. Can't help you, Glitty. I need something to work with. En die kost 20.000, oké. Okay. Kan ik morgen die Nitro Boost in ieder geval aan. Die zijn ook best heftig, trouwens. Even kijken. Bob,
2. Ik heb niet zien wat ik op heb zitten, want ik heb toen dat bordje gehaald. Niet in de eerste dag. Axelus. Dat is een beetje te veel van het goede. Even kijken, wat hebben we erop zitten? Met Bibi. Act 12. I scope your outworlder, buddy. Looking dog as always. What can the Vit Pobbers fit you with? Die ziet er wel cool uit. Dus. Is gewoon echt plat. Vip wil dat stuw. Ik denk dat heb ik opzetten. Ik denk dat het hetzelfde. Fat boys. Die hebben we opzetten. Oh, ja. Inderdaad, dus allemaal hetzelfde. Dus daar hoeven we niks mee te doen. Dus kunnen we morgen hem sowieso kopen. Dus hem, oh, hem kunnen we wel kopen. Nou, laten we dat dan meteen doen. Uiteindelijk wil ik sowieso alle mods hebben, maar voor nu even waar we eventueel wat aan hebben op het bordje. Got a hand off a bunch of live gear before they get burned. Planks, dries, could be anything. Scope me in a few, check, check. Hotfix. We also have some new creators. Oh, ik ben een general. 26 nieuwe designs, holy crap. Dat custom skill, nee, margins was dat. Dan kan ik die ook weer instellen. En dus nu heb ik even zie color panels. Wat zal hier bij dingen zijn? Flexibility. Dan de resolution uit. Intensity.
Oh. Is mijn chatbox niet meer standaard vol. Even kijken. Tiana, Gara, Limbo, Equinox, Schroma en Nix en Burp. Burp? Ja. Dat staat er. Have been blessed with new looks. Wat is een burp? Ik had dat toch geen idee. Ik ga sowieso echt terug naar... Dat is wat ik fijn vind om te spelen, dus dat maakt wel uit. Moet ik wel zeggen, burp klinkt natuurlijk wel vaat. Klinkt dat als een charakter van mij, burp. The rail leader requesting a ship lockdown. Perform deep scan for Tenno and Tenno sympathizers. I'm placing you in custody. Optical scan. Ik ben de hele tijd aan het kijken naar een coole Sindana, maar ik vind geen Sindana die ik cool vind. Deze is trouwens wel heel vet als je bij. Een stalker. Fortuna is ook wel cool, maar... heb ik wel de Equinox background? Dat is trouwens niet waar, er is wel een Sindana die cool. Maar dan moet ik dat PvP gedonder meer voor gaan doen. Ik weet niet hoe ik daar zin in heb. Ja, wacht even, sowieso even op is. Ik ga even naar de wc. Koffie is ook leeg, dus gaan we ook meteen even een biertje pakken. Everything in orders, operator? Is that a pun? I will attempt to bypass this fault. Zo, update deploying, is the in your mission. En als je nou in de missie zit, zo, je moet maar gewoon wachten. Zo.
Oké, restart. Nog eens kijken of er iets leuks tussen zit. Mm-hmm. Of we dan op de wishlist kunnen zetten. Kijken of er echt interessante dingen tussen zitten die echt leuk uitzien. Gewoon. Dat is meestal de vraag. Ik vind de meeste van die skins vind ik niet zo geweldig. Alleen die van Mesa vind ik geweldig. Maar die speel ik nooit. Die blauwe, zeg maar. Die Presalia of Presidio. Ja. Die vind ik echt te gek. Ja, Alten, ik heb die. Want dat vonden wij ook. Ik denk dat als die Mesa Prime uitkomt, dat ik bij die inderdaad ook ga halen. En ik heb niet meer zoveel platinum nodig eigenlijk. Of ja, dat is niet waar. Maar zou je het altijd plat nodig? Nou, ik zag gewoon net dat je de UI aan kunt passen als je in je orbiter zit. Dat kun je ook gewoon plat uitgeven voor Call of Teams. Kun je te lang. Scalen en zo en schuiven. Nee, complete Call of Teams. Ja, dat is in een option zit er ergens. Ja. Dat wist ik al. Het was ook plat. Dat wist ik niet. Zover had ik niet gekeken. Nu maar eens, als je escape doet, options, interface en dan de bovenste UI customization. Oké. Oh, ze hebben een hoop operator cosmetics toegevoegd. Dat zou eens een keer tijd worden. Is er ergens een lijst te vinden? In-game, hè? Krijg je altijd dingen te zien. Preview. Dus op de forums, moet je maar zeggen. Als je daar gewoon klikt, dan opent hij de forums en dan kom je meteen op de topic. Ik ben echt gewoon een... Er is bij die Conclave, dat PvP eronder, hè? Heb je daar die Sindana al eens een keer van gezien? Dat is zo'n supercoole jetpack. Die wil ik hebben. Maar ik heb geen zin in het hele PvP gedeelte. Dit is Equinox. Dat is een feit. Dit is Limbo, volgens mij. Want hier staan ze sowieso niet allemaal op. Oh, wacht, hier hebben we er een paar meer. Hoe die Zephyr skin, als dat de Zephyr skin is. Dan kun je op de market zien, hè? Nee, niet op de market. Oh, maar dat zijn allemaal workshop. Uh-huh. Ja, Tano Gen is altijd workshop. Dat kun je wel zien, er zit gewoon de categorie Tano Gen. Operator, were you visualizing a bloody battle? Nee, die chroma vind ik niks. Morkai. Nee, ik vind ook niks. Die Equinox ziet er wel cool uit. Nee, die speel ik nooit. Nee, eigenlijk niet. Kara. Ik vind die inderdaad ook heel erg cool uitzien, ja. Die van Kara is op zich ook wel cool. Welke Equinox vond jij cool? Ik vond die... Oh, de... Die visa die vond ik cool. Ja. Die van Kara vind ik niks. Oh wel, dat is... Is dat glas wat je daar ziet? Ja, nee, maar weet je wat het is? Ik kijk naar de objecten, zeg maar, waar het van gemaakt is. Je hebt heel veel shiny armor, zeg maar. Dus als je dat gaat inkleuren, die shiny, dat houden ze. Die Grax Limbo vind ik op zich ook wel cool voor Limbo. Het is weer eens wat anders dan dat irritante priesterhoedje wat hij eigenlijk heeft. Die vind ik inderdaad heel cool uitzien. Ook de achterkant trouwens. Met dat ligt hier een ding op de achterkant. Dat vind ik echt heel stoer uitzien deze. Ja, dus weer die Grax, hè. Die, er zijn verschillende van die van Grax die ik op mijn wishlist heb staan. Die Titania is op zich ook wel cool, moet ik zeggen. Die welke? Die van Titania. Titania. Ben ik dan langs gegaan of zo?
Waar staat hij? Net na de eerste Shandara, net na Nyx. Beetje na... Oh, net na de optical. Ja. Dat is een helm van een. Zeker omdat het zo'n Blender 4 is. Optico is vet. Vind je? Ja, ik vind hem wel cool. En die particles die erin zitten, dat is wel cool, dat ben ik met je eens. Die Zephyr Grax skin, die vind ik ook stoer. Mhm. Is ook weer eens wat anders, wat Grax altijd goed doet, net zoals bij de meeste Zephyr heb je die stekels op arm zitten, veren zeg maar. Mm-hmm. En hij past altijd wel iets echt aan dat je denkt van, ja, dit is anders. Nou is het ook echt anders. Ja, het is geen ja, reskinnetje. Oh, die streep vind ik trouwens ook wel cool. Ik vind het erg vet trouwens voor Zephyr. Ja, die vond ik niet zo. Die zetten we wel. Ja, Atlas is niet mijn ding. Nee, bij jou ook niet. Chroma Grax skin. Die heb ik op mijn wishlist staan. Maar die zat er de vorige ronde al in. Oké. Okay. Maar, dat is... Ja, Grax. Nuf set. We zijn nu allemaal cool. Ik vind die Amber skin van hem vind ik dus echt wel geen kut aan. Dat ben ik ook met je eens. Dan vind ik die Majesty weer cool. Ja, die vind ik ook zo. Ik vind die helm die erbij is, vind ik gewoon cool. Ja, is ook weer anders. Was dat deze? Nee. Oh, die zit hier in de dungeon. Met die Harrow Grax skin, dat is die Alt en ik hebben. Oké, dit vind ik cool. De Icarius is Sindana. Of Siandaan. Het is echt van die vleugeltjes, zeg maar. Die weet ik niet, weet je dus. Die vlamvleugeltjes. Die Arcturus Shandara. Icarius. Ja. Moet je wel eens zoeken. Icarius. Oh, die. Die vind ik heel stoer. Ja, die zat er de vorige keer ook al in, geloof ik. Heb ik al een keer gezien, namelijk. Ik vind het jammer dat je deze dingen allemaal moet kopen, dat je die niet met plat kunt halen. Ja. Er staat streamen wordt er zo uit dat ik allemaal dat geplengel ineens heb. Streamen wordt enabled. Notifications. Dat gepling vanaf. Fuck. Ja,
heet dat? Misschien. Zou ook kunnen doen. Soms zijn allemaal uit. Nu ga ik ook dadelijk kan zien waar dat geplengel vanaf komt, want daar word ik wel een beetje. Op de Elgato. Dus dat moet Discord wel zijn. Alleen als ik goed is staan. Sounds uit. Die uit. Sounds aanlaten, als goed is nu. Als dat is getest, dat is nu even de vraag natuurlijk. Het moet wel Discord zijn, wacht. De Discord is even opnieuw starten. Waarom is dat in game machine? Ik had trouwens ook nog. En game iets is. Terug. Ik pak even pauze. Nee, ik ben aan het kijken. Ik heb de hele tijd een pling geluidje, maar ik weet de fuck niet waar het vanaf komt. Is het nou waar of niet? Nee. Het is een pling geluidje van je klikt ergens op in Windows, maar er is een ander scherm op of iets dergelijks, zo'n geluidje. Nee. Alsof iemand mij bijvoorbeeld messaged. Dat kan volgens mij helemaal niet, je hebt het eruit staan, of niet? Streamer mode zou het uit moeten zetten, dus daarom was het aan het checken, want dat is sinds net. Vandaar dat ik Discord even opnieuw opstarten voor de zekerheid voor kijken dat die settings goed geladen worden. Ja. Ik zie ook dat streamer... Oh, nou is streamer mode aan. Pling, pling. Waar de fuck komt dat vanaf? Wacht. En ik kan streken Discord op nu. Moet ik hem twee keer in de taakbalk. Nee, het enige wat ik van het custom spel zou willen hebben is inderdaad dat die Angel Wings vandaan. Die vind ik heel erg cool. De rest heb ik zoiets van, oh. Moet dat? Nee. Ik ga nog eens even die delete op. Wie ben jij? Dan kan ik voice. Kan ik dat? Kan ik hier zien wie er uitslaat? Hoe kon je dat zien bij de volume mixer? Dat ik uitsloeg. Nee, dus als het goed is niet Discord, want als het goed is heb ik nu compleet Discord afgesloten. The fuck is dat?
zie je wel een Discord-icoontje. Welkom terug, hoi. Inderdaad, ben ik er. Nou, ik denk, ik laat hem iets langer uit, maar toen kreeg ik het geluidje even goed. Dus dan weet ik in ieder geval zeker dat het niet Discord is. Ik weet alleen niet wat het is. En vroeger had je in Windows mooi een dingetje dat je je volumemixer op kon zetten. Dat heb je nog altijd. Krijg een muisknop, dan... Oh, volumemixer op. Ah! Je had geleerd, ja. Volgens mij zag ik net wallpaper engine. Waarom draait hij trouwens 32-bit? New alert marked. Navigation, Tenno. Audio output staat uit. Volgende volume staat ook uit. Audio input. Dat is hij. Wacht, daar heb ik het nog niet gezien. Ik ga ervan uit dat het mijn wallpaper engine is, maar... Ik kan het mute, wacht, zie ik. Nu staat op mute. Nee. Of staat hij nou op mute? Ik kan nou op mute zetten, die wel. Meer achter wat het is? Dat was mijn wallpaper engine. Nee, niet meer. Wat? Ben jij dat? Ik kan sowieso die volumeschuif gewoon naar beneden zetten. Mute. Ik weet alleen niet of je dat onthoudt. Zo. Ik wel of dat Steam was. Eigenlijk. Ja, zou natuurlijk gewoon vanuit de wallpaper engine. Oké, okay, wat hebben we daarop zitten? Defense, interception, defense, sabotage, rescue, meezo. Ik zie steeds vaker mensen limbo gebruiken op sorties. Vulnerability eigenlijk, hè? Nou, dat is heel fijn natuurlijk met die... defense dingen, hè, als die van begint te lopen. Die bubbel, als je die bubbel fatsoenlijk spuit, is die bubbel ook fatsoenlijk groot. Wacht. Ik wil ook even een bloemen met zo openen. Hetzelfde geld als die.
Even kijken of er al een dier 4 een beeld is voor Garuda. Garuda staat op de beelden. Kijk, dat is mooi. Just thinkies. Nah, search builds. Super Garuda. Vier forma. Steel charge. Daar gaan we mee beginnen. Intensity. Bam. Ik had de helft kwijt. Oh wacht. Dat gaat niet. Ik heb geen reactor. Stretch by flow. Gaan we iets op de dash? Ja, quick thinking. Zo de manager, prime flow. Ik heb binnenkort een derde kit kunnen alweer beginnen. En dat is je heb ik al twee binnenkort gedingest. Die haal ik niet. Gegild en gemaxed. Ability strength. Wacht. Wat was dat nog van ability strength? Ik word hier echt gek. Waar de fuck komt dat vanaf? Steam Client Webhelper? Stretch is wel de strength, dus range. Ability strength. Blind range. Ik heb al de facility naar beneden. Oh, deze moest we hebben. Nou, wel iets minder, maar. Even over. Ik zie mijn voice meter uitslaan. Maar wat slaat er uit? Ik geloof dat die wallpaper engine is. Wacht. Gaan we die gewoon eens even herstarten. Beetje snap en kan meteen 64 bit starten. Engine. Launcher. Wat doet dat? Ja, wat ik nog op stil gezet. Audio output en alert. Deze is even uit. Oké. Okay. Die weer sluiten. Ik word hier hartstikke gek. Waar de fuck komt dat geluid vanaf?
ik weer die twee net kwijt. Nou, geef me nog een keer dat geluidje. Ik weet waar het vanaf komt. Of was hem dat? Is het nou stil? Nee, dus. Waarom is het net in één keer begonnen? Ik zie sowieso groen hier niet bij staan. Even stof. Ik zie hem uitslaan en ik zie hem uitslaan. En dan uiteindelijk ga je hem natuurlijk. Ik denk dat ik gewoon dadelijk af moet gaan rebooten, want... settings. Hebben we daar iets van geluidssettings? Dat is van music. Nou, laten we het volume op maar gewoon neerzetten. Ja, daar in ieder geval niet. Hier bij friends misschien. Notifications. Ik zie hier ook allemaal niks blinken dat ik zeg van. Ik ga gewoon eens even mijn PC rebooten, want ik heb geen idee waar het vanaf komt. Irritant, hè? Ja. Zo, eens even PC rebooten. Dan kan ik zien... Als ik het nu nog heb, dan moet het wel mijn Steam PC zijn, maar... Nee, niet vanuit. Als het nou een herkenbaar geluidje was, dat ik wist waar het vanaf kwam, was het nog niet zo heel erg.
Streamerboot staat aan. En ik heb in Discord ook handmatig de geluiden van messages uitstaan. En goedenavond, Alt. Hoe was het werken, jongen? Dus doe maar even een reboot, want ik zie ook zowel Steam, zie ik hem uitslaan. Als een wallpaper engine. Wat wil je gaan installeren? Mag ik connect? Nee, hoef ik niet. Weg ermee. Nou, ben ik benieuwd. Moet ik hier op Discord settings kijken. Streamer mode. Disable sounds. Hop, uit. Ik heb bij de sound settings. Okay. Is het weg? Of, Weet ik nog niet. Ja, we dadelijk vanzelf achter komen. Zo. Chat programmaatje weer starten. En Steam weer starten. Ik heb het gevoel dat het mijn wallpaper engine was, maar... Geen idee. Wolfgang weer starten. Papa. Lekker rustig vandaag. Gelukkig. Zo, Fortuna willen we even gaan kijken. Kijken of er nou verschillende bounties op zitten. Volgens mij nog niet. Ja, wat hebben we gekregen? Kiva, 6000. The business and I go way back. Ja, dat duurt precies 1 uur. Oké. Biz is the one taking your enzyme. Anyway, roster's full. Veel op. Die moeten we nog wel hebben. Oh, ik weet alleen niet of dat zo is. Abort. The target's a rare mineral stockpile. First, we herd them. Then, while they're reeling, we take a Sparky! Good to see you, kiddo. Oh, you see Zood, send him my way. Girls night. Ik weet niet of dit werkt. Oh ja, het zou wel moeten. Dat moet toch naar buiten. Level 0 Garuda.
om daarmee te beginnen. Solo. Dat gaat om die oren natuurlijk. Stockpile security is thick. Step 1, draw security away. Step 2, robbery. Let's get started. Waar was die? Nef's cranked up the surveillance. That's gonna make it hard for us to move. I need you to get those eyes off us. Trash as many drones as you can, fast. This one's all about easy wins. Once they wake up, they'll shift to a defensive posture. So smash often, smash fast. Ook kan het zeggen, waarom krijg je een... Wauw, omdat ik eerlijk ingeladen ben, hoeveel er maar 15 op het moment. Dat is dan wel weer mooi. Dat was er gewoon voor. Waarom telt hij hem niet? Even door. Dus, oh, ik moet... Die vliegbeesten moet ik hebben. Pascal is er niet, maar jullie hebben alle drie een cadeautje in game. Oeh, we hebben schijnbaar een cadeautje. Cadeautje? Ja, typ altijd. De dingen sporen gaan stappen. Oh. Keep going. Take out the same amount again for this to be worth. And one of them let a juicy little tidbit slip. Maar dankjewel alvast. Take one down, I'll hack it, and our engineers will harvest its data mass for useful info. One drone as ordered. Knock it down, Sparky. We gotta hack that thing. One hack coming up and then a quick teleport into the Gruda zit nou in dingen. Warframe builder. Daar ben ik nu ook begonnen met levelen. Alleen daar zit een adaptation mod in mijn beeld. Ja, die heb ik niet. Op het moment. Sterker. De vorige was inderdaad net afgelopen. Zo. Volgens mij weer dat bij of zo. Ja, waarschijnlijk pakt hij op dezelfde dag namelijk. Die meneer. Ja, dat kan ja. Dan weet je wanneer hij afgelopen is, toch? Oh. Inderdaad, ja. Oh. Een beetje gaaf. Dankjewel in ieder geval. Yeah, run you muckers. Chase him if you want Sparky. Volgens mij geeft het al heel veel geld weer aan dit spel. Weet je dat? Geeft en heeft. That drone is ja, perfectly ja, intact. We've got some very excited engineers, Sparky. Nice job. Wow, this is great intel. Listen up. Okay. Found the cove running this little ant farm. Found where he keeps his stuff, too. Take that, vaporize him, move on.
Is Aldo online dan of wat? Nee, het zit in game. Ah ja. Oh. Hij wil gewoon niet met ons praten. Ik ga naar het spaceport. Zo. Wat wil ik nou in doen? Ah ja. Ik kreeg net 50% korting ding. Oké, ja, ik 20%, dus had ik zoiets van, nee. Maar ik kom de Haymaker op. Killstream. Ik was trouwens eens kijken naar die skateboards, hè. Je hebt van één van die skateboards heb je van die... Ja, heb je zo'n alloy nodig. Hexa, nog wat is alloy. Zo'n geel met een wit randje. Als de achtergrond is Infinity, dan gaan we wel gewoon opstaan. Espadin Alloy. Dat spul mag ik toch helemaal niet. Ik heb meer van die rode gems en van die gems dan inderdaad gewoon een normaal materiaal. Au. Jesus. Ik stond een beetje om te kijken eigenlijk. Ja, zo ga ik wel neer de hele tijd, dat fucking stun. Fuck, had jij voor een machine shotgun? Dit ding is volgens mij ontzettend vaat. Klopt, staan een paaltje. Record time, Sparky. Bishop feel envious. And you've drawn out our man. Bring him down. Their unit cohesion. Can't protect a stockpile if you can't protect your own rear end now, can ya? Move it on then. It'd be useful if we could draw off a bit more heat. Maybe infiltrate the security station over there, hack the emergency system, and tell them the main base is on fire? Als je zoom op een wapen zet, hè, bijvoorbeeld de crit multiplier of bijvoorbeeld de sniper rifle. The enemy will destroy the data if they detect you. Wat? Dat verkraakt mij net, maar natuurlijk de turret. Ik doe zoveel pijn aan die turrets, dat is echt belachelijk. Wat is 3 ability. Zeg ze, help generate energy. Oké. Okay. Dat zou ik niet doen, want ik heb altijd te weinig geld. They'll figure out it's a false alarm before long, but we're not gonna need that much time. Okay, next thing. Okay, security is thin and scattered. But they will regroup fast. Let's get what we came for. Move. Zal maar verwachten van. Sowieso lang geleden dat ik een andere korting heb gezien dan 20%. Ik krijg elke keer 20%. De Pascal was dat toevallig dinsdag ook over klagen dat wij altijd 20% krijgen. Thank you.
Right. Resource cases are gonna be teleported to this site. Intercept them, steal them, get out. Corpus Obelisk reporting first shipments beam down. That's your cue, Sparky. Obelisk reports a second beam mode. Don't let the taxman lay a hand on any of it. Got it. We lost a case. Stop it up, Sparky. Whoops. We've got more coming in. Pick them up. Dat zal de clue zijn. That's one for us. Dat zal de clue zijn. Another shipment. Move fast. Krijg straks wel weer in december dan dat ik weer een paar dagen niet inlog. Als ik mijn stuurtje en zo weer allemaal aangesloten heb. Dat zou ik niet erg vinden. Dan kom ik meteen naar de dojo. Als je daar staat. Dan kom ik ook meteen naar het laatste recipe van die laatste gun. Dan ken ik dat kunst ook niet. Dat is helemaal mooi. Ik is in ze dojo. Dank u. Die is van Elite Ezo. Die adaptation. Zo, replicate. We hebben ook het laatste wapen. Recipe van. En dan kunnen we meteen. Ik ben aan het wachten, want ze hadden het er in de devstream over vorige week. Dat er skatepark spullen kwamen voor de dojo. Ja, waarschijnlijk wel. Dus ik hoop dat het voor rap is bij die skate dudes. Het zal wel niet. Die ben ik al gemaxt namelijk. En ik moest kijken, want we hadden een berga. Boom, dank u.
geeft Adaptation max rank. Wow. Ik heb dat punten niet voor op het moment. hoe zit dat wij met de Syndicates? Nee, die moet ik niet hebben. Ik moet wel profaal hebben. Ja! Die heb ik gepakt. Nog 16k. New alert on navigation, Tenno. Kijk maar, je visie. Anthroplasma. Oké, dat klinkt als vissen. Oh ja, we hadden ook inderdaad weer wat mutiemaas bij. Wat ik sowieso niet snap, hè. Hoe ze zouden die skins zoveel verkopen? Ik kan me best voorstellen dat die weapon skills veel verkopen. En die Siandana's, daar kan ik me al helemaal voorstellen dat die veel verkopen. Ik denk dat die meer verkocht wordt dan jij denkt. Ja, weet ik niet. Luister, als ik iets zou kopen, dan zou ik iets kopen wat ik op meerdere checks kan gebruiken. Dus dat zijn decorations, zeg maar, of inderdaad zo'n Siandana. Of inderdaad een wapenskin. Want ja, iedereen heeft een favoriet wapen natuurlijk. Nou ja, ik heb die van Chroma, heb ik die Dynasty Pack toen gehaald. Dat is gewoon omdat ik veel Chroma speel. Dat is ook gewoon voor één frame. Ja, maar ik zou die pack ook halen. Niet zozeer omdat ik veel Chroma speel, maar voor het wapen. Ja, voor die Zenistar. Ja, want dat is gewoon cool. Even kijken, wat waren die... Even kijken, de Stuwa was de ene. De andere was iets met Kwak, hè? Kwartak. Stuba en Kwartak. Kwartak is met een Q. Ja, ik kijk gewoon even mijn codex. En beter op je profiel kijken, maar dan kun je niet zoeken, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar de codex zie je ook wel mastering, die staan gewoon op alle verbeterde volgorde. Ja, weet ik. En je kunt al zoeken, maar in de codex staan niet alle wapens. Kwartak heb ik gemasterd. Zie ik in de codex. En de Stubba? Ja, die heb ik ook gemasterd. Dat is al. Ik zat toen heel veel op plinsen. Dus daar ging ik eigenlijk al vanuit dat ik die had. Ja, ik heb die event heb ik nooit veel gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind er ook niet veel aan, moet ik ook erbij zeggen. Nee, van fragments moet ik er wel nog veel. Die journal dingen. Mm-hmm. Ja, daar moet ik er nog heel veel van. Maar ik weet niet of ik die ga halen. Dat is sowieso een event dat komt één keer in de twee weken weer komt dat terug. Dat ga ik wel een keer doen als ik er zin in heb. Dus... De ghouls heb ik er in ieder geval een hele hoop. Dan heb ik de twee rijen vol sowieso. En ik heb nog heel veel fragmenten op Plains of Eidolon zo te zien. Ik heb net een 1 wave ESO, 100.000 focus gekregen. Lekker. Een 1 wave. 1 wave, hè? Dus niet 1 run, 1 wave. Lekker toch? Ja, echt wel. Ik heb mijn kitgun die ik net in elkaar heb gezet. Ik zit nu in wave 3, ik heb hem nu al bijna max rank. Even kijken of we een paar bandjes kunnen doen, dan is het iets van 16k.
Kijk hoe dat precies is. Op deze wil ik voor me gooien. Oh. Max Henk. Syndicates. 16061. Oké. Biz and I go back a long way. Ja, er zit veel gun op, dat is eigenlijk wel goed uit. Get moving. We're short, short. Ik moet er nog een paar. The target's a rare mineral stockpile. Een dual killers hebben we ook, Max Henk. Then, while they're reeling, we take everything they've got. Stockpile security's thick. Step one, draw security away. Step two, robbery. Let's get started. Smokefinger's pointing me to a rich resource deposit. Corpus team's closing in. Zodat mensen this is an opportunity too good to in miss. Respond zijn. Do this fast and get back to the mission. Jij gaat gewoon wel die kant in. Excavators in kom erachter, ja. The corpus will attempt to disrupt operations. Prevent this. Hoe blijft het hier komen? Oké, devil. Steeds dichter bij Marcy dan ik 22. Voor een dubbel spons. The fuck? Het klopt ook niet helemaal. Ik vind het niet heel erg, eerlijk gezegd. Ik heb hier met iedere reinforcement bij die excavators er gewoon drie van die dudes met stroom spawnen. Ik ben echt wel aan het spelen. Nee, echt gewoon de dudes met stroom. Oh, dat is random, maar dat kan. Ze spawnen gewoon niks aan te lui en je hebt gewoon een kleine kans dat, dat een van die lui zo fijntje is. Maar een kleine kans voor een van die lui betekent een nog kleinere kans voor twee van die lui en een minimale kans voor drie van die lui. Ja, ik heb nu deelte drie. Ja, dat is gewoon mazzel mooi. Dat is al fijn, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want het gaat ontzettend hard met alles vol doen. Oh, alles zit vol. Ja, dat is ook wel.
zero losses. I need more days like this. Now, where were we? Ow. This one's all about easy wins. Once they wake up, they'll shift to a defensive posture. So smash often, smash fast. Nog bij? Nee. Ik ben wel verkeerd. Ik zat pas er wel voorbij. Oh nee, ze zijn wel wat verkeerd. Deze kan niet. Looking good. Trash the same match again. Oh shit. Die Kidgun die ik nou aan het maken ben, die heeft bizar goed gedaan. Ik heb twee mods erin zitten. En dit is een pistooltje en een secondary. En hij heeft nu al 1400 damage. Lekker. Ja, dat doet het ook. Echt veel gewoon. Ik heb alleen maar gewoon het strike op staan. Dus gewoon de damage mod zeg maar en de multishot. De rest nog niks. Tweede keer een lens. Geef me dan op zijn minst veel erom. Critical chance, critical damage op. En dan gooi ik gewoon alle vier de elementals erop. Zonder de status chance. Want zo'n ding heeft eigenlijk helemaal geen status chance. They take their security seriously here. Trip an alarm and they can slag their entire data bank in response. So be sodding careful. Oh, fucking turret, man. Ah, I'm so good. We'll figure out it's a false alarm before long, but we're not gonna need that much time. Okay, next thing. I'm seeing alerts kicking off across the board. Don't let up. Ik begin nou echt te merken dat alles van die focus echt duur begint te worden. Hoe verdween hij hier nu naar dan? Fuck! Ik
Ik kijk hier pijn vanaf. Daar is het wel passen. Geen kistjes hier? Oh, flauw. Record time, Sparky. This should feel envious. And you've drawn out our man. Bring him down. And there goes the unicorn. Can't protect a stockpile if you can't protect your own rear end now, can ya? Move it on then. Fuck. Heeft hij zoveel lijk gevat? The fuck was dat? Right, resource cases are gonna be teleported to this site. Intercept 'em, steal 'em, get out. Corpus Obelisk reporting first shipments being down. That's your cue, Sparky. We've got more coming in. Pick them up. Got it. Oh, this is fine. We zijn die vier die bounty aan doen. En we hebben Sloan over bij. We zijn die containers aan doen. Het is gewoon niks wat in de buurt van zo'n container komt. Het is allemaal gesloot. Dat is een goeie. Ik kan nog niet dat wij stil staan heb. That's one for us. We've got more coming in. Pick them up. Got it. Good haul. We've got projects that this ore is gonna prove invaluable for. We're done here. Iedereen dan uitgepakt, dat is helemaal ideaal. We gaan meteen een nieuwe beginnen. Gone and I'm wedged between Roller and a pit. Green, and remember, you never heard of me, you never heard of Solaris U. The target's a rare mineral stockpile. First, we herd 'em. Then, while they're reeling, we take everything they've got. Oh.
wish you could hear this. You hit him so fast, they're blaming each other. And one of them let a juicy little tidbit slip. Hold up, hold up. Corpus mining operation detected nearby. We could really use those resources. Defend the excavators until their work is complete. Excavators incoming. Excavator offline. Find a power cell fast. Oh, what? Team ook die weet waar ze mee bezig zijn. Weer 3 energie per drop. 3 stroom per drop. I think they break something. Of het is bewust. Omdat mensen klagen waren dat het later lang duurde. Nou, weet je wat het is? Als je kijkt naar die vergeleken met de andere. Die andere die zijn allemaal veel korter. Ja, is ook daarom. Dit maakt het een heel stuk sneller. Er komen zoveel mobs dat ik niet eens de tijd heb om eigenlijk op te pakken en in de excavators te duwen. We hebben nu... Alle vier, we hadden 5 generators is max geloof ik, hè? Ja. Eentje hadden we klaar en de andere 4 zitten nu alle 4 vol. En we hebben ze 1-3 gevuld. En daar ligt nog een shit ton aan stroom. Ik heb weer een A-crash gekregen. For a better outcome. All right, let's get back to it. You're nearing the secure area. Watch out for patrols and security measures. The enemy will destroy the data if they detect you. Counter-intrusion just made you. It started erasing files. Waar zit die camera normaal gesproken? Oh, hun natuurlijk. Waarom moeten mensen gewoon door die laserbeams heen lopen? Godverdomme. Credits.
dan blijven wij weer. Fucking bubbles. I just woke up to what you're doing. Now let's see who comes crawling out of the pipes. Keep going. Invalid, invalid. Oh yeah, stroom. Pots. Ja jongens, ik klik hier. Jezus. Zo gefocust. En hier een paaltje staan, hè? Energy. Daarom kan ik dat niet doen. Ik had geen 1 of 2. If you can't protect your own rear end now, can you? Move it on then.
En die remt natuurlijk niet. Nope. Nou jongens, kom op. Gathering site for Corpus resources. Now's the time to hit it. So hit it. Oh, we're gone. Shipments arrived. Grab them. Oh. Obelisk reports a second beam load. Don't let the taxman lay a hand on any of it. Case retrieved. Another shipment. Move fast. What? Shit's thick. That's one for us. We lost a case. Stop it up, Sparky. Hoe de fuck hebben ze die nou zo snel gekapt? Dat die was vrij. Echt serieus. Die zet die timer van hem niet of zo. Other good rewards. We've got projects that this war is going to prove invaluable for. We're done here. So, what? What was that? Fuck! Fuck off! Oh, dat had ik zoals host dat doen. Ja, kom op, Deft. Mijn stom locomotief.
Ik ben niet de hoest. Kots. The most valuable person in the squad ain't the crackshot. Well, I did not take you. Moving on, moving on. Be lucky. Waarschijnlijk moet ik er nog eentje. Ah, we hebben voor elkaar en voor vandaag weer bij elkaar. 7-4. Het zal kiele worden. Biz and I go back a long way. Word for the biz. Get moving. We're short. Ik denk dat ik er nog twee moet doen. The target's a rare mineral stockpile. First, we herd them. Then, while they're reeling, we take everything they've got. Nou, geef me nou weer wat fuel van. Same amount again for this to be worth. Yes. I wish you could hear this. You hit him so fast that flame lit up. And one of them let a choosy little tidbit slip. I've managed to isolate a drone from the other patrol. Bring it down and let's see what it can tell us. One drone as ordered. Knock it down, Sparky. We gotta hack that thing. Starting our remote hack. Once I'm done, it should teleport into the waiting arms of one of our people, far from here. They'll wreck that drone rather than let it go, obviously. So, you know, stop that. Ik heb die Oxus gebouwd, hè? Mm-hmm. En die heeft een mod
Scan life forms. Plus 1 maximum active conservation encounters. Tijdens het scannen leer je toch van alles van die mop? Ja, maar dat is toch alleen met de Helios of zeker? Nee, hij doet ook scannen. Dat staat goed bij. It'd be useful if we could draw up a bit more heat. Maybe infiltrate the security station over there, hack the emergency system and tell them the main base is on fire? You're nearing the secure area. Watch out for patrols and security measures. The enemy will destroy the data if they detect you. Jezus weet in ieder geval hoe het in elkaar zit. Oké, dat zijn die zeg eens even, die plusje beertjes. Oh, dat zijn allemaal mooi. Ja, maakt in principe niet zoveel uit, hè. Oh, dat helpt. Nee, want je kunt gewoon Fortuna ingaan om het te resetten. Ja, weet ik, met help. Val die counter. Ik heb de gin heb ik geleveld. Ik was alleen vergeten het wapen van de gin mee te levelen. Oeh. Met de ja, dat is niet zo erg. Nou ja, die plek je gewoon op je Helios of wat dan ook. Op je Helios of iets dergelijks. Dus ja, kom maar goed. En volgens mij moet ik dan alleen maar de... Ja, de carrier fine moet ik nog. Ja, die moet ik ook. En de Prisma Shade. Is goed, altijd rustig, jongen. Morgen. En daarna moet ik wel nog die hondjes, die moet ik ook nog er eentje van. Ja, dan moet ik ook op verschillende van, want ik zag dat er verschillende waren. Er zijn er 5 in totaal, als ik niet meer. Clean them out before they could blink. Hurry, the target's spooked. And there goes their unit collision. Can't protect a stockpile if you can't protect your own rear end now, can ya? Morgen de kitgun gilde, als de kitgun bouwen. Heb ik dat ook alvast gehad. Okay, security is thin and scattered, but they will re- Ik ga eens kijken welke kitgun formas op gaan gooien. Ik heb nou die Doomfinger heb ik, ja. En die heb ik gewoon op max crit en max damage gefocust. En ik moet zeggen, I am impressed. I am very impressed. Another shipment. Move fast. Nou, waar raakte mij daar? Ik ben benieuwd hoe die mini-arke plasma gaat uitvallen. That's one for us. Got more coming in. Pick him up. Got it. Obelisk reports a second beam load. Don't let the taxman lay a hand on any of it. Case retrieved. Good. Ow. Good haul. We've got projects that this ore is going to prove more valuable for. We're done here. Kijk maar of er nog eentje wilde staan. Always fancied a life of action, me.
except, you know, an old injury and an aversion to having a cauterized hole blown through me parts. Wel niet. Dan niet. Schil, ik heb een half uur dus. Zou moeten lukken. Als ik het nou al niet heb. Het is zo irritant als die hoest nog niet klaar is bij laaien. Daarom ben ik graag hoest. ...2869, dus dan kunnen we nog eentje doen. Sparky! Good to see you, kiddo! Anyone asks? We never talked. The target's a rare mineral stockpile. First, we herd them. Then, while they're reeling, we take everything they've got. Open them doors. Een beetje ongelijk is dat hier niet. Waar zijn jullie daar? Waar zijn jullie hier aan het vliegen? Oh, spisbord. Nee, zijn jullie niet. Jullie zijn gewoon aan het zoeken. I'd say you're about half done. Anything less and this op won't be effective. Toward the end, their emergency comms got real interesting. I want you to check something out. Search and destroy. Corpus, mowers, drones, doesn't matter. The objective here is chaos. Just do it fast. Is interessant. This one's all about easy wins. Once they wake up, they'll shift to a defensive posture. So smash often, smash fast. Ik kan niet zien waar die dingen lagen, hè? Kaldas. Looking good. Trust the same amount again. Serieus? Dan heb jij ze daar gewoon hangen. You're a mean little thing when you want to be. I like it. I know where you need to go. Wow. Snapt hij het nou niet? Running this little ant farm. Found where he keeps his stuff too. Take that, vaporize him, move on.
Wat een wonder dat het zo fucking zwaar is. En nu een keer paaltjes. Oh, noep. Alle mobs zijn al. Even kijken. Het zijn geen mobs, maar wel nog dit. Daar is niks. Volgens mij hebben ze trouwens iets gedaan met dinges. Ayat en Tranjos. Ja? Ja, normaal kreeg je die in... met zorg, die kreeg je die echt heel regelmatig. Ik heb er eigenlijk alleen geen tijden meer in gehad. Ik weet niet of ik dat goed of slecht vind. Ik denk dat ik dat goed kan. Ik kan wel op die grote doet focussen, maar het heeft totaal geen zin. Twee. You got their attention. Keep it up. Oh, we hadden net op 2K. Ik ga deze gewoon velen. Omdat ik natuurlijk gewoon 4 paaltjes hoog deed houden. Echt, dat snap ik niet goed hoe het werkt. Hè. 1 paaltje, meer niet. Dan krijg je niet irritante mobs. Credits to help people. Now, your spot scrambled, and we got a target. Go get him, Sparky. And there goes the unit. Gelukkig geen veel dron en gelukkig hoef ik
well if you can't protect your own rear end, can you? Move it on then. Oh, wait, later. Shit, we actually got it. It'd be useful if we could draw off a bit more heat. Maybe infiltrate the security station over there, hack the emergency system, and tell them the main base is on fire. Smell you, they're gonna purge those databanks, so be quiet. Yes, I am too. Not the good noise. Pots. Pull that data now, Sparky, or it's gone. Well, my pulse will pick out. They'll figure out it's a false alarm before long, but we're not gonna need that much time. Okay, next thing. You can't know, but I'm done. I come as out of the kick set. The energy is thin and scattered, but they will regroup fast. Let's get what we came for. Move. Ik snap waarom de datum zo interessant is. Nou, ja, een sop zit erop. Right, resource cases are going to be teleported to this site. Intercept him, steal him, get out. Shipments arrived. The town needs in the buurt. Another shipment. Move fast. Huh? Ah, ja. Huh? Nee. Waarom mag ik hem niet zien? Huh? Ja, ga ik mag jumps tegen maken. Hij gaat eindelijk naar de missie. Sharpen up, Sparky. Het kan een bonky field worden. We've got more coming in. Pick him up. Case retrieved. Go, Sparky. Leuk. Waarom ben jij nou dat aan het doen, hoor? Kill dat paaltje, ik krijg die vent niet eens neer. Wauw. Kan jij extracten? Ik hoop wel. Ja, die gaat extracten, oké. Okay. Wat de hel ben jij weer aan het doen? Pak je achtwing en naar eruit. Echt, wat the fuck? Ik kan ook niet kijken of ik iets heb. Dat is
kan ook niks meer zien. Hey, ik doe wel een bocht. Jezus Christus zeg. Ik heb nuptiempjes gehad, maar... Dit is nog veel erger dan... erg. Zo, ben ik in ieder geval klaar. Ah, maar gaan we. Ah. Kijk, 19 viel erom. Een Sagamoto. Even gaan zoeken. Tenno, a new alert has begun. It will be marked on navigation. Sagamoto. Extracted from charm mode, a several fish found in cave spots. En dat zijn ook nog rare. Ja, dan moet ik natuurlijk speciale beachverhalen. Wacht. Even terug naar Fortuna. Cold warm, prefers warm. Oké. Okay. Charm mode Beatrix recommended. Cave. You want to wish for heaven? Go right ahead. But any history book will tell you what waits at the end of that dream every time is straight up genocide. Ja, ik wil hem even opslaan, want het is wel heel groot. Look, he's really there for you on a good day, sure, but he's always there for you on a bad one. Zo, dat is beter formaat. Eens even kijken. Solaris United, uppity sorts who think they know how things should be. Maar ik moet kijken wat ik de andere nodig heb, natuurlijk. Even opschrijven. Shara. Wat? Sagan. En dat was deze. Ook 20. Wacht. Sagan. Mod. 20. Wat hebben we voor dat melee ding nodig? Cascade, Latte, Koeg, Galant. Non-winders.
I've been thinking, operator. I thought you'd want to know. Ik pak het gewoon. Een stuk blokwinder. Moet jij nog iets speciaals? Warm. Oké. Dan hebben we meer wapen nog. En drop plasma. De Tromzion. Oh, is dat een rare? Bolt, hotspot. Hier, 20. Drom. Zon. Punt. Hot. Sp. Vision. Hoi. Okay. Ja? Oh, goed. Heb je me niet gehoord of wel? Nee. Ik zeg, ga petten. Rustig. Sweet, joh. Spreek je morgen wel weer. Tot morgen. Tot morgen. Ja, even naar Fortuna. Ik denk dat ik daar ook mijn bedje op ga zoeken voor ons. Ik ga even vlug kijken naar die page. Jawel, dan moet ik wel aan de business, denk ik. I think the time's come to dispense with formality. To meet eye to eye. This is who I am, friend. Pleased to meet you. Long under beats, die moet ik sowieso hebben. Die met 2D. En die Tromzion. Moet ik ook hebben, dan heb ik met 2 doen om te beginnen. En de Garamot. Hebben we daar nog een beet voor? Nee. Wormberg en Leeks, nee. Staat erbij. Als jij ook hotspots? Nee. Jawel. Spots, hotspots. Hotspots, oké. Stay sharp. Eyes open. Zo, dan ga ik ook mijn bedje opzoeken. Nou, iedereen bedankt voor het kijken vandaag. Bedankt voor de chat. Bedankt voor de follows. En bedankt voor de sub. Natuurlijk, morgenavond zijn we natuurlijk weer. Vanaf de klok van 6:30. Ik denk met... Ja, of Fallout of Ark. Samen met Wolfen natuurlijk. Voor nu in ieder geval een hele fijne avond. Alvast wat rusten en wellicht tot morgen!